Dit is de Menkemaborg. Veel dorpen in Groningen hadden zo'n borg. En Mello, Albert van Menkema, heeft deze borg gekocht aan het eind van de 17e eeuw. En dus dat is de man die uiteindelijk verantwoordelijk is, en zijn zoons, voor de bouw van het orgel in de kerk in Uithuizen. Dus dit is de borg. Die oprijlaan wijst dan vervolgens naar het dorp Uithuizen. Mello of Albert van Menkema, die moest zijn buurmannen in andere borgen hier omliggende dorpen de ogen uitsteken. En die moest het grootste en het mooiste en het duurste orgel hebben wat er maar te krijgen was. En hij wendde zich tot Schnitger. Er waren hier twee organisten in Groningen, Reitze en Havinga. Die hadden hun opleiding genoten in Noord-Duitsland. En die wisten van Schnitger. En die wisten dat dat een fantastische orgelbouwer had met een hele grote naam. Arp Schnitger was de grote orgelbouwer in Noord-Duitsland, het eind van de 17e eeuw, begin 18e eeuw. Die het orgel eigenlijk, zoals dat toen bestond, uit vreselijk veel verschillende types en neigingen, groter en kleiner, een beetje samengebracht heeft tot het beeld, zoals we dat nog steeds kennen van het orgel. Hij heeft eigenlijk de basis gelegd voor het orgel, met als laagste toets de C, verschillende klavieren met daarop alle verschillende registers. Dus ja, iemand die de zaken samenbracht, die enorm goede zaken heeft gedaan. De orgel staan tot in Brazilië, dus een groot kunstenaar en een goed zakenman. De manier waarop ze gemaakt zijn, zijn nog vooral gericht op de polyfonie, op de duidelijkheid van de stemvoering, de kleuren, de verschillende karakters die je ermee kunt maken. En dat is een van de dingen die maakt dat dit orgel heel geschikt is voor wat Bach nodig had voor zijn orgelmuziek. Als je zoiets als dit speelt. Waarbij ik heel veel beweging in de onderstemmen heb gemaakt, terwijl zo'n bovenste noot blijft liggen. Die stoort dan meestal in de orgelklank en in de orkest vraag je die mensen ook wat zachter te spelen. Maar je hoort hier die andere stemmen nog prachtig daar doorheen komen. En naarmate je meer registers trekt, is het erop gemaakt dat de balans in alle liggingen eigenlijk heel, heel duidelijk is. Ja, Schnitger, dat is de Stradivarius van de orgelbouw. Je moet weten dat er in feite dus drie orgels zijn. Het rugpositief. Het hoofdwerk wat daar zit en wat hier naar kijkt is het pedaal. Ik zal je nu laten zien hoe de verbinding is van de toetsen naar de pijpen en naar de windladen. Daarom trek ik deze lessenaar uit het orgel. Daar gaat hij. En dan zie je het mechaniek. Dit noem je winkelhaak, dit noem je de abstracte. Die abstracten gaan in dit geval voor het pedaal onder deze verbinding, onder deze vloer door, naar deze kast. En deze kast is de windlade. Dus wind vanuit de balgen wordt hier ingeblazen en die komt dan in die pijpen terecht, mits ik het register uittrek. Dus dit is een toets, dit is de volgende toon, dit is de volgende toon. En als ik nou het register uittrek, dann kommt die Wind durch ein Gat in die Pipe terecht. Also man kann, ob das jetzt das Rückpositiv ist, was ich mit dem zweites Manual spiele, oder das Hauptwerk, ist immer sehr, sehr präzise und spricht sehr gut. Zum Beispiel sehr schön dieser Prestant, 8 Fuß im Hauptwerk. Ist ganz leichtgängig. Wirklich sehr sanft, es ist nicht sehr viel Tastentiefe,
so dass ich ganz fein oben spielen kann und eben auch sehr, sehr schnell. Und das ist gerade wichtig für solche italienische Musik, die ja sehr feurig und sehr lebendig ist. Und Bach schreibt ja hier hochvirtuos in diesem C-Dur-Concerto von Antonio Vivaldi. Und das hilft natürlich. Wenn man sehr viel Widerstand hat während dem Spielen, dann muss man langsamer spielen, dann muss man viel mehr Kraft aufwenden. Und das geht hier wunderbar. Even een stukje hard, dan hoor je dat ook nog eens. Dit is dan het plenum, dat zijn eigenlijk alle koren. Je hebt nu, als ik deze er nog bij noem, per toets heb je denk ik, even tellen, ja, 9 pijpen. Van hoog tot laag. En dan, als je dan zo'n akkoord speelt in de linkerhand iets.